Yo, Knijs, ik heb deze TikTok video gewoon even snel gemaakt voor jullie. Want kleine uitleg waarom dat ik heel weinig TikToks nu maak en ook weinig op YouTube ben, is omdat ik een kneuzing heb aan mijn ribben. Want dit is trouwens geen 1 april grap, dit is werkelijk zo. Voordat jullie gaan zeggen van, oh, dit is een 1 april grap, want deze video maak ik ook op 1 april. Deze komt gewoon zo op YouTube te staan. Ja, dan weten jullie het alvast dat ik heel weinig actief was de afgelopen paar dagen. Want ik heb een ongelukje afgelopen dinsdag gehad op het werk, waardoor ik mijn ribben heb gekneusd. Ja. Like ook gewoon even deze video. Abonneer op mijn YouTube-kanaal. Volg me als je me nog niet hebt gevolgd. En ja. Volgende week ga ik proberen wel wat video's weer online te maken. En ook alvast een excuses voor de serie Okami. Want ik ga er niet meer mee verder. Want ik loop nu vast bij een bepaald plek in het spel. En dat is bij Akata Forest en ik ga er niet meer mee verder. Dus ik heb maar de laatste aflevering maar gemaakt en die komt morgen heel toevallig online om 4 uur. Dus check die sowieso uit en ja, kijk ook gewoon even andere video's. En ik ga proberen volgende week ook sowieso op een maandag weer live te gaan. Sowieso maandag wil ik live gaan. En ik denk dat ik ook dinsdag live ga, maar weet ik ook nog niet zeker. Woensdag ga ik denk ik ook live, maar weet ik niet zeker. Donderdag ben ik nooit live, tenzij dat er iets speciaals is, dan ga ik wel live. Ja, voor de rest, ja, check gewoon mijn video's en volg me ook hier op TikTok. Want ik zit bijna op de 2K volgers trouwens. Dus bij de 2K volgers wil ik iets speciaals gaan doen. Maar dat laat ik tegen die tijd wel weten als ik de 2K heb behaald. Misschien ga ik een kleine giveaway doen, I guess. En ja. Join mijn community gewoon. Wees een van de kanaals. Gewoon, dat zijn mijn kijkers. En ook mijn volgers. Volg me trouwens ook op Instagram, dat is @kanaalworld. En ja, tot de volgende TikTok.